aan de Ratchabar, dit mag ook al is het hoeveel nooit gebeuren. Wat zeg je, pardon? Dit mag nooit gebeuren, hè, verliezen van een ploeg die in visie lager staat. Ja, klopt. Maar zulke wedstrijden heb je er altijd tussen. Het seizoen ga je dat ook meemaken. Als je een tegenstander krijgt die een doelpunt maakt en dan met z'n allen gaat verdedigen. Dus ja, zulke wedstrijden heb je er ook tussen. In die zin een goede testcase wat dat betreft, alleen de uitkomst niet zo fijn. Ja, zeker. We hebben te weinig afgedwongen. Maar ja, het is zeker iets goeds voor ons in de voorbereiding. Waar kwam het door? Waardoor konden jullie er niet doorheen breken? Ja, wat ik zeg. Ze hebben een goede doelpunt gemaakt. En ze gingen met z'n allen verdedigen. En dan is het voor ons om geduld te houden en veel kansen te creëren. Maar dat is niet gelukt vandaag. Is dat geduld bewaren sowieso iets wat jij in deze voorbereiding moet doen? Om je kans in het eerste weer als basisspeler af te dwingen? Nee, het seizoen moet nog beginnen. Dus ik probeer het de trainer zo moeilijk mogelijk te maken. Elke training weer. En dan is het aan de trainer of hij mij opstelt of niet. En ik ben genoodzaakt om gewoon hard te trainen en dat te doen wat de trainer van me vraagt. Wat kun je dan in zo'n voorbereiding, op wat voor manieren kun je dan je stempel drukken? Jij bent aanvaller, doelpunt te maken, zou je dan makkelijk kunnen zeggen. Wat op die trainingen kun je nou specifiek doen om zo'n trainer te imponeren? Ja, door altijd dat te doen wat de trainer van je vraagt. En op het moment dat je er moet staan, dat je er moet staan. Of het nou 10 minuten is, of 5 minuten, of 2 minuten. Of de spelers op scherp zetten. En op training kun je de spelers op scherp zetten. En dan kun je ook een beetje uitblinken. Wat zeggen dit soort oefenduels nou? Want in Nederland zeggen we altijd, ja, voorbereiding, het zegt helemaal niets. Wat denk jij er anders over? Ja, elke wedstrijd moet je ingaan alsof je een wedstrijd weer beter wil worden. Dus je moet willen ontwikkelen. En dat zo'n wedstrijd ook weer is om jezelf te ontwikkelen en te kijken waar je weer staat. En dat voor mij elke wedstrijd gewoon belangrijk is. Of het nou tegen VVV is of tegen Ajax. Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat de wedstrijden voor het EGI, dat je staat te popelen, dat het weer gaat beginnen. Ja, zeker. Zin in de open dag ook? Of is dit toch een smet op de vreugde van morgen? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat het voor eventjes is, maar morgen gaan we weer een leuke dag weer maken.